Welkom bij Kristal Helder. Welkom bij deze video. Ik ga een engelenbericht doen. De verleden, heden, toekomstlegging. Iedereen bedankt die geabonneerd heeft op mijn kanaal. Dankjewel daarvoor. Welkom nieuwe abonnees. En dankjewel voor degene die de afgelopen dagen gedoneerd hebben naar mij. Dankjewel daarvoor. Vind je het leuk om deze video's te blijven volgen? Dan zou ik zeggen abonneer op het kanaal. Dat vind je hieronder. En vergeet dan niet op het juiste belletje daarvoor te klikken. We gaan even kijken naar de algehele energie. Recognize the signs from above. Dus ja, leer te herkennen dat wanneer je tekenen van boven krijgt. Ik word een beetje afgeleid door de 444 hier. Angels are sending your messages now. But you're too distracted to notice. Stay alert and open to divine guidance. Ja, je bent dus ergens op gefocust, waardoor je dus inzichten en de tekenen van spirit dus niet ziet. Bijvoorbeeld 444. Dat kan een teken zijn van jouw gidsen momenteel. Dat ze je ergens op wijzen. Het kan zijn een witte duif, het kan zijn een witte vlinder, een veer of een muntje. Het zijn allemaal tekenen die jouw gidsen ook. Jouw gidsen misschien op je pad sturen om op te letten. Oké. Ja, ik kreeg vanmorgen dus ook heel duidelijk door. We hebben een bericht van de aartsengelen. Oké. Dus we gaan even kijken wat dat dan is, hè. Oeh, nou, dat was snel. Zoek naar een teken. Nou ja. Ja. Bevestiging, hè. Bevestiging ook dat ze heel sterk aanwezig zijn nu, momenteel. Dus jouw focus ligt ergens waar die waarschijnlijk niet op gefocust moet zijn. Of in ieder geval minder. En dat je af en toe even wat tijd vrij moet nemen om contact te maken. We gaan even kijken. Wat mag ik zien in het recente verleden? De drie van Ariel, dat is de drie van munten. Perspective met aartsengel Gamuel, dat is de Hanged Man. En de 10 van Ariel, de 10 van munten, de kaart van overvloed. Ja, het kan dus zijn dat je dus in het verleden met iemand samenwerkte, of misschien is dat nu nog steeds. Waar dus een ander perspectief op gekregen mag worden. Staat bij do what you love. A time of great personal growth in your career or artistic endeavors. Working with others in a cooperative manner. Kan dus ook zijn dat je iets doet wat je dus niet fijn vindt om te doen, maar je doet het toch om misschien, ja, vanwege financiële, je financiële situatie. There's a better way. Pause for reflection and insight. Dare to be different. Ja, wat ik al zeg, neem zo nu en dan de tijd voor jouw gidsen. Of sta open voor de tekenen. En als je de tekenen ziet, ga daar ook iets mee doen. Bijvoorbeeld,
Waar denk je aan wanneer jij een witte duif voorbij ziet komen of een witte veer ziet vallen? Wat zijn jouw gedachten op dat moment of wat gebeurt er op dat moment? Wat ben je aan het doen op dat moment? Waar vind je de veer? Waar zie je de duif? Waar vind je het muntje? Het kan zijn dat je een bepaald succes wil behalen met de 10 van munten. En misschien werk je daarom ook samen met iemand om een bepaald succes te behalen. Maar mag daar toch een andere blik op geworpen worden? Oké. Wat mag ik zien in het heden? De 5 van Rafael, dat is de 5 van bekers. In je hart van de reading 5 van Ariel, 2 keer een 5. Oeh, 5 staan sowieso in de tarot voor uitdagingen. Op een rij? Nou, dit is toch wel heel bizar. 5 van bekers, 5 van munten, 5 van zwaarden. Ik mis de 5 van staven. De innerlijke conflicten. Dus je zit momenteel met innerlijke conflicten. Over verdriet. Want dit ligt allemaal in je heden. Ik ben er helemaal van onder de indruk. Vijf van munten. Dit ligt in je hart van de reading. Nou, hier heb je al 2 muntenkaarten. Dus het kan zijn dat het werkgerelateerd is, financieel. Je hebt daar iets. Er is iets gebeurd waardoor je dus misschien verdriet ervaart. Je hebt iets moeten achterlaten of misschien moeten afsluiten, eindigen. 5 van Michael, dat is de strijd. 555, misschien zie je ook veel 555. Dat zijn ook weer tekenen. 444, 555. Je hart van de reading geeft dus aan dat het te maken heeft met gebrek. In de kou staan. You need to go through your current challenges alone. Ja, dus uit een samenwerking. Of als het geen samenwerking is, dan is het misschien, ja, misschien een andere soort verbinding. Help is nearby. Negative thoughts create self-fulfilling prophecies. Hulp is dichtbij. Nou, vandaar ook de engelen die vanmorgen bij me kwamen. We hebben een bericht. Ja, dus de engelen zijn er. Maar luister jij wel daarnaar? Welke reading had ik nou gisteren gemaakt voor de elementen die dit ook hadden? Die dus niet open stonden voor de spiritwereld. Was dat? Ja, dat was volgens mij de luchttekens. Maar hou me te goede. Everything happens for a reason. Dus alles gebeurt om een reden. Laat teleurstelling achter. En omarm de mogelijkheden die nu voor jou zichtbaar gaan worden. This situation doesn't serve you. Release the attachment to the outcome. Consider taking a more uplifting approach. Ja. Het kan zijn dat je dus momenteel in zak en as zit. 5 kaarten. 3 5 kaarten op een rij. Dit is gewoon, ik heb dit nog niet eerder gezien. En dan ook nog eens in je heden. Let op de tekenen.
Ik heb het gevoel dat 555 sterker is dan 444, maar nog een 5. 55, 55. Ja, dit is dan geen 5 kaart, maar de Hierofant. Dat is nummer 5 in de tarot. De vijfde kaart. Het aartsengel Sandalphon. Van Gabriel, dat is de acht van staven. En de chariot. Drie grote arcana kaarten. Maar ik voel eigenlijk niet zo'n hele grote verschuiving. Zeker niet in jouw heden. Er kan iets van een shift zijn gebeurd in jouw recente verleden. Dat je misschien toch, ja, een samenwerking gestopt heb of dat het de bedoeling was om dit te stoppen. We gaan zo de diepte in om te kijken of dat ook gebeurd is. Het kan wel, als ik naar deze kaart kijk, dan denk ik van ja, daar is iets gestopt. Maar ik hou het nog even terzijde. En dan in je mogelijke nabije toekomst heb je dus twee grote arcane kaarten. En daar zie ik wel beweging komen. Voornamelijk met de chariot en de acht van staven. Dat is snelle energie, beweging, plotselinge veranderingen. En ja, de hierofant, de spirituele leraar. Ja, verbinding met de spirituele wereld krijg ik hierbij door. Goed, jeetje. Ik ben helemaal onder de indruk. Oké. Okay. Even kijken, want ik wilde eigenlijk deze kleine kaarten doen, maar ik voel nu toch andere. Ik wil toch met de engelenkaarten verder. En welke gaan we daarvoor gebruiken? Die. Oké. Mag ik zien bij de drie van munten? Nou, daar gaat mijn kaart. Moment. De drie van zwaarden komt daar bovenop. Twee, drie kaarten. En de drie van zwaarden, ja, dat is pijn en verdriet. Hè, dus daar is een verbinding. Of dat nou werkgerelateerd is, of dat het een andere verbinding is, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit, heb ik het gevoel. Maar het gaat om het gebrek hier. Ik heb het gevoel dat ik het even algemeen moet houden. En jij mag zelf invullen met wie je te maken hebt, oké? Dus daar is in dat recente verleden een verbinding waar jij dus verdriet mee ervaart, waarbij jij dus niet op je gemak bent, niet goed bij voelt. En het was dus de bedoeling dat je daar een nieuw perspectief op zou krijgen. Nou krijg ik dus heel sterk het gevoel dat dat niet gebeurd is. Vandaar dat ook de tekenen hier als dubbele bevestiging eruit komt. Jij ziet de tekenen niet. Jij blijft dus gefocust op deze verbinding. Waardoor je dus alles mist om jou heen. 9 van staven. Protect what you have created. Be prepared. Never give up. Ask your angels for help. Environmental activism and animal rights. Ja, de 9 van staven, dat is een kaart van ik kom van heel ver. Ik heb al heel veel moeten doorstaan met deze verbinding.
een 10 van staven. En het was dus de bedoeling dat je dit ook ging loslaten. Deze verbinding, want het weegt heel zwaar. Het brengt je verdriet, het brengt je pijn, het brengt je een lage vibratie. Ik heb wel het gevoel dat, ja, het gebeurt allemaal natuurlijk met een reden, dus ik heb wel het gevoel dat je daar iets van moest leren van deze persoon, uiteraard. Maar wanneer we geleerd hebben en de lessen voorbij zijn met deze persoon, dan is het de bedoeling dat je deze persoon los gaat laten. In het heden. De 5 van bekers. Krijgt de 2 van bekers. Falling in love or the resurgence of a romantic relationship. Forgiveness and the ending of challenges. Exchanging gifts. Don't give up on people you love. Ja. De 2 van bekers. He, dus het kan zijn een liefdesverbinding. Een verbinding waar jij liefde voor voelt in ieder geval. Nogmaals, ik hou het algemeen. En het brengt verdriet. Wat hier dus ligt in het recente verleden, trekt zich dus door in het heden. Dus je bent nog steeds niet los van deze persoon. Het is ongelooflijk. Ik krijg nog een 5 kaart. En de schildknaap. 5 van zwaarden en de schildknaap van zwaarden. Dus ja, de 5 van zwaarden ligt hier al. Maar ja, al die 5, dat betekent sowieso uitdagingen. Grote veranderingen. Hè? 5 staan ook voor transformatie. Veranderingen. Het komt hier op de gebrekkaart. Dus je blijft hiermee in strijd. De schildknaap van zwaarden is voor mij ook altijd tegenwerking. Je bent jezelf continu aan het tegenwerken door vast te klampen aan deze persoon. Je laat het niet los. Wie deze persoon ook is. Misschien heb je daar fysiek contact mee. Misschien heb je daar alleen maar mentale gedachtes over. Dat het alleen maar in je hoofd speelt. Dat je continu aan deze persoon denkt. En dat maakt je leeg. Het geeft je het gevoel van oud zijn. Zwaar. Depressief. Ik moest er echt uit. Ik ben benieuwd wat het is. Moment. Ze vliegen in de rondte hier. Oké. Een schildknaap van staven. Schildknaap van staven is voor mij altijd een nieuw begin. Ergens weer gepassioneerd aan beginnen. En dat is dus de bedoeling dat jij dit dus ook gaat doen hier in het heden. Dat jij deze strijd achter je laat. Dat jij uit deze situatie komt. Of dat nou fysiek is of mentaal. Of emotioneel, dat zou natuurlijk ook kunnen. Misschien zit je er... Het ligt hier allemaal, dus kijk maar hoe dat voor jou uitwerkt. Misschien ben je daar continu mee in je hoofd aan het spelen. Of je zit nog heel erg emotioneel daaraan vast. Hè? Veel verdriet, heel veel emoties. Of fysiek. Hè? Dat je gewoon fysiek geen afstand kan doen van deze persoon. Wat is het voor jou waar je nog aan vast zit? Weet dat het
allemaal jou in gebrek houdt. Deze persoon hoort niet op jouw pad meer. Met deze persoon ben je uitgeleerd. Het is klaar. En je mag het loslaten. En als je vast blijft houden aan een persoon waarmee je bent uitgeleerd, ja, dan kan dus alles verzwaren. Gebrek komt er. Er komen zoveel tekenen op je pad, alleen je ziet ze niet, omdat jij gewoon te veel met de focus op die persoon bent. Aas van zwaarden bij de hierofant. In je mogelijke nabije toekomst. Dus helderheid krijgen. De waarheid zien. De waarheid die naar je gebracht wordt. Via de tekens. Aas van bekers. Twee keer een aaskaart op een rij. Twee keer de hand van spirit. Hier zie ik dus ineens een hele opening gebeuren. Beweging. En de wereld. Ja. Je gaat het echt afsluiten. Tenminste, als jij doet wat hier gevraagd wordt van jou. Door de engelen. En de engelen zeggen dat jij los mag komen. Dat jij een ander perspectief op dit mag krijgen op deze situatie, dat je klaar bent met deze persoon, met het leren daarvan. En je moet nu kijken, oké, hoe zit ik vast aan deze persoon nog? Is het emotioneel? Is het mentaal? Is het lichamelijk? Waarin zit ik nog vast om door te kunnen? Wat houdt mij nog in gebrek? En dan is het de bedoeling dat jij dus opnieuw gaat starten zonder deze persoon en je weg gaat vervolgen. Er wordt ook van jou gevraagd om in het heden dus open te staan voor de tekenen. Voornamelijk 55, 55, 555, 55, 444, witte vlinders, witte duiven, witte veren, gouden muntjes. Zijn allemaal tekenen die op je pad kunnen komen. Om jou wakker te maken ergens in. Hè? En wanneer je zo'n teken ziet, ga dan eens kijken, waar denk ik aan op dat moment? Misschien word je ermee wakker. Waar dacht ik aan? Wat ben ik aan het doen op dat moment? Wat hoor ik op dat moment? Wat voel ik op dat moment? Wat ruik ik op dat moment? Wat zie ik op dat moment? Dat zijn allemaal tekenen die jou dus wakker maken. En jij bewust moet zijn van, oh, ik zie nu een witte duif, waar dacht ik aan? Wat ben ik nu aan het doen? Daar zitten allemaal jouw antwoorden in, zodat jij dus helemaal compleet los kan komen van deze persoon. En het gaat om een persoon in dit geval. Niet om een situatie, het gaat om een persoon waar jij aan vastzit. En dat kan zijn een familielid, het kan zijn je kinderen, het kan zijn een geliefde, het kan zijn een collega, het kan zijn een vriendschap, het kan elke soort verbinding zijn. Maar iets houdt jou in gebrek. En het is aan jou om los te komen, niet van de ander. De ander gaat niet loskomen. Jij moet loskomen. Dan zal de ander dus ook automatisch loskomen van jou. Jij moet het doen, niet de ander. Niet wachten tot de ander wat doet. Niet wachten tot de ander het afsluit. Niet wachten op dit of dat of zus of zo buiten jouzelf. Nee, het gaat erom dat jij dit gaat doen. Dit is jouw les hierin. Dus in de mogelijke nabije toekomst zie ik heel veel beweging komen. En ik zie jou dus ook openstellen nu voor de tekenen van spirit. Hè? De helderheid gaat komen. De inzichten gaan komen. Je gaat ook inzichten krijgen op wat liefde werkelijk is. Dat je gaat kiezen voor jezelf. Dat je gaat zien wat jouw waarde is. Hè? Het heeft allemaal te maken met jouw liefde. Want jij houdt jezelf in gebrek van zelfliefde. En dan in die mogelijke nabije toekomst kunnen dus ineens heel snel, en dan zeg ik ook echt heel snel, dingen veranderen, maar plotseling. Je ziet het niet aankomen.
Dingen kunnen ineens helemaal veranderd zijn. Als jij ziet en beseft en bewust wordt, waar zit ik aan vast met deze persoon? En dan kan je het afsluiten. Dan is het helemaal compleet afgesloten. Jij doet dit, niet de ander, jij doet dit. Waardoor je dus iets in de buitenwereld helemaal compleet afsluit. Dus de belangrijke vraag is, hoe zit ik daaraan vast? Lichamelijk, mentaal of is het emotioneel? Dus de komende tijd ga je heel veel tekenen krijgen. En voor jou is het dus belangrijk om daar bewust van te zijn van, oké, oh ja, nu zie ik een witte duif. Waar denk ik nu aan? Nou, je krijgt dus bijvoorbeeld een gedachte. En die gedachte, daar zit een antwoord in. Over hoe jij vastzit aan deze persoon. Dus het is heel belangrijk. Schrijf ze ook op. Hè, van nou, ik zie nu een witte duif. Of een andere belangrijke vogel die voor jou belangrijk is. Die met spirit in verbinding staat bijvoorbeeld. Ja, ik heb bijvoorbeeld iets met de Vlaamse gei. Als ik die zie, dan weet ik. Nou, die zie ik dus niet zo vaak. Dan weet ik dat die op mijn pad verschijnt met een bericht. Voor jou is het misschien een kraai. Nou, voor jou is het misschien een witte duif. Nou, die zie je dus ook niet veel. Of een ander soort vogel. Hè, waar jij mee verbonden bent. Of de pauw. Of noem het maar op. En dat hoeft niet in het echt te zijn. Maar het kan een plaatje zijn. Je kan iets ineens op internet zien. De tekens van spirit zijn altijd heel subtiel. Hè, dat is niet... Dat het helemaal boem zo in je face is. Nee, het is gewoon heel subtiel. Spirit werkt heel subtiel. Het is engelenfrequentie. Dat is heel subtiel. Heel licht. Maar jij moet ze zien en opvangen. En dan is het aan jou. Ja, wat betekent dit voor mij? En dan niet opzoeken op internet. Wat is de betekenis van een duif of van de vlinder? Daar gaat het dus niet om. Het gaat om, waar denk ik aan? Wat doe ik op dat moment? Wat zie ik? Wat ruik ik? Wat voel ik? Je sensaties van jouzelf. En dan ga je het antwoord krijgen. Oh, ik zit misschien toch wel emotioneel aan deze persoon nog vast. Misschien moet ik nog iets verwerken van verdriet. Ja. Nu kom ik erachter dat ik inderdaad te veel gedachten heb nog over deze persoon. Of ik verlang fysiek nog naar deze persoon. Ik zoek daar nog iets fysieks in. Het kan alle drie. Misschien alle drie nog. Misschien twee van de drie. Kijk maar hoe het voor jou resoneert. Oké, nou, duidelijk bericht van de engelen. Ik bedank jou voor het kijken. Wil je op de hoogte blijven van deze video's? Vergeet dan niet te abonneren hieronder. Als je op de titel klikt van deze video, dan kom je in de beschrijvingsbox terecht. En voor nu zeg ik een hele fijne dag. Let op de tekens. En dan zie ik je de volgende keer misschien weer terug. Doei doei!